Het is natuurlijk een grove schande. Op een maandagavond 1 miljard euro extra van Nederlands geld naar de Grieken. De heer Rutte heeft twee dingen beloofd in de campagne. Geen belastingverhoging en geen extra geld naar Griekenland. En wat doet hij nu? De Nederlander wordt met miljarden aan belastingverhoging geconfronteerd. Een hoger eigen risico, hogere btw. De koopkracht van de hardwerkende Nederlanders en de ouderen worden geraakt. En op een maandagavond gaat er 1 miljard extra naar de Grieken. Daarom zei ik ook, de heer Rutte is niet Marx Rutte, het is Marcos Ruttos. Hij onderhandelt beter voor de Grieken dan voor de Nederlanders. Hij zou een betere premier zijn in Griekenland dan in Nederland. Maar ik kan er niemand uitleggen dat dit kabinet alle verkiezingsbeloftes van de VVD breekt, tegelijkertijd hier de mensen keihard in een portemonnee pakt en op een maandagavond even een miljard extra naar Griekenland brengt. Dat kan niet, dat mag niet, dat is kiezersbedrog en dat is slecht onderhandelen. Toch zegt Rutte in zijn verweer, dit is geen nieuw geld wat we naar Griekenland sturen, dit is winst die we anders gehad zouden hebben die we even niet krijgen. Ja, precies wat u zegt. Het is dus gewoon extra Nederlands geld. We hadden eerst een hogere rente voor Griekenland. Er stond een bepaalde termijn voor dat ze dat zouden terugbetalen. De rente wordt nu verlaagd. De termijn waarop de Grieken het kunnen terugbetalen wordt verlengd. Dat kost volgens het kabinet zelf, de minister Dijsselbloem van Financiën, 14 jaar lang Nederland 70 miljoen euro. Dat is 980 miljoen euro, een miljard euro wat dat Nederland gaat kosten. Geld wat we anders wel hadden gehad. Dus 1 miljard harde Nederlandse euro's die, terwijl die de Nederlanders pakt, wel naar Griekenland brengt. Dat kan niemand uitleggen. Marcos Ruttos, een standbeeld gaan ze voor hem oprichten in Griekenland. Hij zal er morgen worden gekozen als de beste Griekse premier. En voor Nederland verdient hij, bewijst hij opnieuw een hele slechte dienst. Tot slot, als Rutte nou zegt, dat is niet geld wat we in Nederland hoeven te bezuinigen. Het is alleen maar geld wat we op papier later terugkrijgen. Nee, hij bezuinigt keihard in Nederland. Nederlanders worden voor miljarden met bezuinigen. Hij bezuinigt de economie kapot. De belastingen worden verhoogd. En dat miljard had Nederland anders extra gekregen aan rente. En dat zijn we nu kwijt. Dus hij kan weer, nadat hij zijn verkiezingsbeloftes heeft gebroken, alles bij elkaar verzinnen. Alle mogelijke leugens verzinnen. Het is niet waar. 1 miljard minder en Nederland mag het betalen. Hij helpt de Nederlandse economie in de soep en geeft een miljard extra aan de Grieken. Dat is niet opkomen voor het Nederlands belang. Dat is onderhandelen namens Griekenland. En daarom kan hij ook beter daar als Marcos Ruttos premier worden. Dan kunt u heel boos worden, u kunt er woordgrappen over maken, maar u kunt het niet voorkomen. Nee, helaas. We kunnen door morgen een brand over. Dit vermoedelijk zal steunen. Maar ik denk wel dat de heer Rutte een heel erg geloofwaardigheidsprobleem heeft.